aflevering van Viva La Nena. Vandaag gaan we stenen kleuren en dat doen we met nagellak. Een paar voorbeeldjes van stenen zijn deze. Deze. Maar deze is niet zo mooi. Of deze. En deze vind ik wel heel bijzonder. Want deze lijkt een beetje alsof het een bloem is, vind ik. Nou, wat heb je nodig? Je hebt een oud schaaltje nodig, want het moet een oud schaaltje zijn omdat het best wel vies wordt, zoals je kan zien. In dat schaaltje moet water zijn. Je hebt tandenstokers nodig om de vorm te maken. En de belangrijkste twee dingen zijn natuurlijk nagellak. En stenen. Ik heb er hier drie. En ik ga er eentje van laten zien. En je hebt een doek nodig om de stenen op te leggen. Nou, laten we beginnen. Je begint met het opendraaien van de nagellak. En je zet ze allemaal neer. Open. Want het moet wel een beetje vlug gaan. En niet alle nagellak zijn geschikt. Want sommige nagellak, als je die dan drupt, dan blijft het in de vorm van een druppel. En dan loopt het niet goed uit. Nou. De druppel doet het nu niet. Ik weet niet waarom. Dus ik gebruik nu even andere. Ik vind het er al wel mooi uitzien. Nu pak ik een tandenstoker. En ga niet helemaal op de randjes doen. Tenminste, begin niet bij de randjes. Want dan haal je het er al meteen uit. Nou, nu pak ik een steen. Ik gebruik deze zwarte. En dan doop je hem erin. En dan weer uit. Je kan de steen ook wit verven, zodat de kleuren wat meer opvallen. Maar ik doe dat niet, want ik vind het zoveel mooier als het natuurlijker is. Als laatste kan je nog met de tandenstoker de laatste restjes weghalen. En dan kan je weer een andere steen doen. En ik ga er dus nog een maken. Ik ga nu andere kleuren gebruiken. Zo, ik heb nu alle kleuren gebruikt. En nu ga ik heel voorzichtig met de tandenstoker. En een figuurtje maken. Dit vind ik wel een mooi figuurtje. En dan pak ik nu de steen erbij. En die doop ik er weer in. Dit vind ik wel een hele mooie steen geworden. Die stenen, je kan ze als versiering gebruiken. Bijvoorbeeld, je kan ze ergens neerleggen. Bijvoorbeeld hierop. Dus ik hoop dat je het vooral als decoratie gaat gebruiken. En tot de volgende keer. Doei!